May the Force be with you. Ja, dat komt uit Star Wars, maar dat wist je waarschijnlijk al. Want zelfs als je die films nooit gezien hebt, dan ken je dat fragment en vooral die muziek. Er is één bedrijf dat daar enorm casht op die bekendheid, Disney. Gisteren verscheen de nieuwste film, de serie, The Last Jedi. En de kassa bij Disney begon meteen weer te rinkelen. In 2012 kocht Disney Star Wars maker Lucasfilm voor $4 miljard. Sindsdien perst Disney er in rap tempo nieuwe Star Wars films uit. En dat zijn stuk voor stuk kaskrakers. En in 2015 de eerste Disney Star Wars film, The Force Awakens was dat, bracht meteen $4 miljard in het laadje. Even om je een idee te geven, om $4 miljard binnen te halen had George Lucas, die de eerste Star Wars films maakte, 6 films nodig. The Force Awakens werd een jaar later gevolgd door Rogue One, een spin-off. Die staat dus los van het echte verhaal, maar bracht toch zo'n $2 miljard op. Dan nu dus The Last Jedi. Daarvoor wordt op ruim $400 miljoen aan opbrengst gerekend. Alleen het openingsweekend al. En dan komt er over een half jaar nog een film over Star Wars personage Han Solo uit. En in 2019 lanceert Disney dan een eigen Netflix-achtige streamingdienst, waarop ook een serie over Star Wars zal worden uitgezonden. Genoeg te verdienen dus. En niet alleen aan beeld, want Star Wars fans die houden niet alleen van films, ze zijn ook gek op allerlei merchandise. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een Star Wars uitvoering van. Je kunt het natuurlijk houden bij het bekende lichtzwaard of het masker van Darth Vader. Maar echte fans richten hun huis in met deze koffietafel, gemodelleerd naar de Death Star asteroïde van $6,500. Of, sparen even door, voor deze pinballmachine van Star Wars, die kost $9.000. Niet verwonderlijk dus dat ook die merchandise afgelopen jaar ruim $1 miljard opbracht. Met een schijnbaar onuitputtelijke reserve aan nieuwe films, series en games op stapel, is The Force voorlopig nog bij Disney.